Het Eindhoven studentenmuziekgezelschap Quadrivium bestaat 45 jaar en zij viert het jubileum met een bijzonder festival, Muziek op de Dommel. Zaterdag 5 juni zullen diverse muziekgezelschappen in en rondom Eindhoven de hele dag optreden op een groot podium op de Dommel, achter het Van Abbe Museum. Orkesten, koren en ensembles geven allemaal een optreden dat gratis toegankelijk is voor de hele stad. Er gebeurt heel veel op het gebied van klassieke muziek hier in Eindhoven. Wij zijn niet de enige vereniging, we treden samen met 5 andere verenigingen treden we op de hele dag. En dat betekent dat er dus heel veel klassiek in de regio wel is. Maar er is eigenlijk niet echt een podium waar mensen dat kunnen zien, zeg maar, op een makkelijk toegankelijke locatie. En ik denk dat dat hier nou juist wel het geval is. De voorbereidingen voor het Lustrumconcert zijn in volle gang. In 3 dagen tijd wordt het drijvende podium in de Dommel, ontworpen door de faculteit Bouwkunde aan de TU Eindhoven, aangelegd en gereed gemaakt. Nou, je voorstellen is nu net zijn de pontons gelegd en podiumvloer ligt erop. En er komt nog overheen een hele grote boog te staan. Morgen met een hijskraan worden opgebouwd. Daar komen dan transparante zeilen in, zodat dus ook de achtergrond eigenlijk zichtbaar blijft. Maar vervolgens wordt er licht en geluid ingehangen. Dus het wordt zeker s'avonds laat wordt het gewoon heel mooi aangekleed. Nou, en dan hieromheen overal mensen die komen staan luisteren. En het weer wordt beter dan nu. Dus dat wordt echt prachtig.